Verbeteren van de duurzaamheid van regionaal railtransport. Het openbaar vervoer heeft een groot aantal voordelen voor de gebruikers en voor de maatschappij. En openbaar vervoer is een relatief duurzame vorm van transport. In 2015 bijvoorbeeld was de spoorsector wereldwijd verantwoordelijk voor 1,9% van het transportgerelateerde energieverbruik. En voor 4,2% van de CO2-uitstoot in de transportsector. Maar maatschappelijke ontwikkelingen vragen om constante aandacht en verbetering, juist ook van die duurzaamheid. Maar hoe weet je als regionale vervoerder hoe groot het effect is van die duurzame maatregelen die je neemt of van maatregelen die je wilt gaan nemen? Arriva Nederland en het Smart Public Transport Lab TU Delft werken samen in het project Verbeteren van de duurzaamheid van regionaal railtransport aan een methode om dynamisch de CO2-uitstoot te monitoren en te voorspellen. Simpelweg, wat is nu precies het resultaat als ergens in de totale transportketen een verbetering wordt toegepast? Daarnaast wordt er gezocht naar welke maatregelen nu werkelijk een positief effect hebben op de energie-efficiëntie en de totale emissie. Als eerste wil Arriva dit toepassen bij de totale noordelijke lijnen van Arriva. En dat wordt serieus genomen. Het doel is om ieder jaar 2% minder CO2 uit te stoten. Wordt dat doel niet gehaald, dan stort Arriva een bedrag in een ontwikkelingsfonds. Een heel concrete doelstelling dus. Bij het rijden van treinen gaat het niet alleen om de energie die er gebruikt wordt. Het begint al bij de productie van de treinen. En uiteindelijk ook weer bij de recycling van de treinen. En het gaat over het spoor, de lengte van het spoor, de positie van stations, de snelheidsregels op het spoor en uiteraard over de operatie, het rijden van de treinen zelf. Neem een dieseltrein. Die heeft een bepaald energieverbruik en een CO2-uitstoot. Om te kunnen investeren in duurzame maatregelen wil je eigenlijk precies weten en het liefst vooraf wat er gebeurt met het energieverbruik en de uitstoot als je bijvoorbeeld investeert in nieuw materieel, bijvoorbeeld elektrisch of hybride, of gewoon een ander type treinen. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een andere brandstof gaat gebruiken? Biobrandstof of waterstof? En wat kun je bereiken met bijvoorbeeld energie-efficiënt rijden? En dat wil je combineren met maatregelen die je neemt in treinproductie en recycling. En met maatregelen op het spoor. Dus de CO2-barometer van Arriva en TU Delft combineert dat alles tot één effectieve tool. Je voert de gegevens van het treinmaterieel, de infrastructuur en de operatie in. En kunt direct zien wat dat voor gevolgen heeft voor het opgeleverde vermogen, het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Op die manier ontstaat een middel waarmee alle betrokken partijen de duurzaamheidsmaatregelen kunnen monitoren. Op zoek kunnen gaan naar de beste en effectiefste maatregelen. Zodat we kunnen werken aan een constante verbetering van de duurzaamheid in de transportsector. Geen loze beloften, maar concrete en meetbare maatregelen.